Hallo allemaal, welkom terug bij een goed nieuwe video. Het is Damien DM of DDM en vandaag heb ik twee nieuwe katana's. Het is een rode en een zwarte. En nu vandaag ga ik je leren hoe je moet vechten met dual wielding training. Let's get to it. Oké, we beginnen eerst met twee zwaarden. Dan, eigenlijk, als ik een warrior ben, ik vecht eerst niet met twee. Ik vecht eerst met één. Zo, met twee katana's gaat het nog veel zwaarder. Als er twee echte zijn. Zo, eigenlijk, je moet het heel voorzichtig doen. Zo, like samurais, ze hebben één katana en één wakizashi. En eigenlijk, er zijn ook verschillende trainings. Zo, eigenlijk, je kunt er ook vechten met beide armen. Zo, ik zal nu kijken of het verder gaat. En je moet dubbel attack doen. Als je vloedling dat doet, zal je vinger, als je niet voorzichtig bent, dan snijd je vinger en dan komt er heel veel bloed uit. Oké, hier zijn... Ik heb nu getraind hoe je moet vechten met dual wielding. Zo, dual wielding is vechten met twee wapens. Dus bijvoorbeeld met twee axen of twee zwaarden. Het kan van alles zijn. Zo, ik heb hier... Zo, met dual wielding... Het is eigenlijk niet met... Je moet niet met twee grote zwaarden doen. Je moet één lange wapen hebben. En één korte wapen. Het is geen double attacks. Het is de grotere wapen of de langste wapen om aan te vallen. En de kleinere wapen om te verdedigen. Dat is wat dual wielding is. Geen dubbel aanval. Nee. Wacht. Ik ga even de deur lichten. Oké, sorry dat ik weg was. Maar ik wou de deur dicht doen. Zo, het is gemaakt van hout. En het heeft een mooie schilderij. En dit is een... Deze zwarte hendel is helemaal zwart. En deze is zwart, een rood met een zwarte lint. Zo, dit is eigenlijk wat dual wielding is. Maar ik kan ook zo doen. Like dit. Of dit. Dat kan ook zijn. Dat is wat dual wielding is. Maar ik denk dat ik ga deze video eindigen. Sorry dat ik het niet zoveel gepraat. Maar ik wil alleen leren hoe je moet dual wielding vechten. Dank je alle dames en heren. Geef me allemaal een blauw duimpje omhoog. En als je het niet leuk vindt, dan is het ook oké. Geef een duimpje beneden. Abonneer mijn channel. En je kunt ook kijken naar de Metatrons. Of de andere YouTubers. Of mijn andere YouTubers. Channels kijken. Zo, tot de volgende keer. Dag. Zo, dat is het allemaal. Je kunt er goed mee trainen. En denk eraan. Je moet goed trainen. En dan, ik zie je dan later. En dan, ik hoop dat je het terugziet. Ik heb al een einde gemaakt. Maar tot de volgende keer.